kwakkie. Ja, klein kwakje gisteren van Dumoulin, maar dat kan niet deren natuurlijk. Goedemorgen vanuit Nice. Vandaag hebben we de eerste echte opdracht binnengekregen van deze Tour de France van een oude bekende. Pascal, kom er maar in. Hey Bas, Josse, Devin, ik lig op de massagetafel. Mijn vrouw heeft mij juist goed gemasseerd. Zalig. Ik heb jullie 2 weken terug, Ronde van Vlaanderen, gemasseerd, verzorgd. Nu is het jullie tijd om de verzorgers in de Tour de France zelf te verzorgen. Maar mondkapje op, handgel gebruiken. Succes! Zo gaat het. Vandaag gaan we de verzorgers verzorgen in de Tour de France. Verzorgers staan eigenlijk bekend als de hardstwerkende mensen van het hele peloton. Want ze moeten 's ochtends als eerste opstaan en ze gaan 's avonds als allerlaatste naar bed. Ja, verzorgers deden normaal van die tasjes uit met allemaal lekkernijen voor renners met reepjes en barretjes. Het lijkt mij leuk om even zo'n zakje te maken voor de verzorgers. Hoe heet zo'n zakje? Een musette, Frans woordje voor zak. Wat zouden ze lekker vinden, denk jij? Speciaal biertjes of zo? Laten we echt verwennen. Ja, echt. Gewoon echt uitpakken. De handjes wassen. Eerst op zoek gaan naar die musettes, naar die zakken. Oh, hier. Een Hello Kitty tasje. Dat is wel leuk, toch? Ja. Helemaal leuk. Kwakjes. Kwakbiertje. Hey, maar die gasten, die staan dus heel erg aan zijn kant een beetje niks te doen. Oh ja. Nou, leuk. Yatsé. Maar we kunnen ook nog even gewoon een kaartspel. Maar domino's is toch ook niet, is toch ook leuk? Welk team zou het beste zijn in Yatsé, denk je? Ik denk Movistar. Ja? Ja, Movistar zijn goede Yatsé. Ik denk Ineos, want Froome heeft ook 5 op rij gewonnen. Oh. Dit is goed, dit is goed. Muff is op? Ja, sowieso. Maar je weet wat ze zeggen, hè? Grote handen, groot YouTube-kanaal, hè? Komt ie, ja. De auto is ingepakt, op naar het parcours. Eens kijken of we de verzorgers kunnen gaan vinden. En nu gaan we proberen het parcours op te rijden. En dan gaan we kijken of we ze kunnen vinden. En dit is wel weer auto. Lekker. We doen alleen op parcours. Voor de verzorgers, hè? Dus voor de verzorgers. Merci beaucoup. Merci. Hey. Oké, we zitten nu op het parcours. En ik denk dat we straks even een plekje moeten vinden langs de weg. Dat we even stil gaan staan. En dan wachten we tot die verzorgers langskomen. En dan, als ze komen, de verzorgers, rijden gewoon achter ze aan. Dat is een goede strategie. Bonjour. Vous avez pour nous? Merci beaucoup. We zijn even bij de reclamekaravaan aan het kijken of we nog wat meer goodies kunnen. Voor de verzorgers. Haribo! Wacht, ik pak nog een zak. Ja! Oh, kort op een kogel met snoepjes in. Ja! Haribo! Attention aussi à Pio Village. De vraag is: wat heb jij vandaag gedaan? Dan zeg je ja, ik heb vandaag een aardbei gereden. Die stond echt gigantisch van lul. Jumbo. Er zijn nog best wel veel verzorgers ons gepasseerd. Gaan we eens kijken of we ze terug kunnen vinden. Wat zit hier dan weer? Ja. Donuts. Donuts. Because you guys of the soigneurs work crazy hard. Beer. Donuts. Thank you very much. Ja, yeah, ciao hè. Bye. Enjoy. Bye. En nieuwe handschoentjes aan voor de volgende. That's something for you. You have a cool jersey for you. Candy. Thank you. Die moeten hier met een zakje weer gaan staan hè, terwijl het regent. Ja, een klein kwakje gisteren van Dumoulin, maar dat kan niet deren natuurlijk. Alsjeblieft, ik zal hem neerzetten. Ik wil een vanavond tijd drinken dan, hè. Snoepjes, spelletje voor onderweg. Moeten we die flesje ook drinken? Oh nee, dat mag ook gewoon vanavond hoor. Goed hè, gaat goed. Oké, is een prank. Sure? Yes, sure. You change for something, like football. Jongens, de boer zit erin hè. Dat is een goed flesje. Goed flesje champagne. I guess you are the soigneur of my favorite rider, Oliver Nase. De laatste Tour Titema Musette van vandaag gaan we afgeven aan de collega van Pascal van UAE. Kaartje erbij, Ziderans erbij in. En daarna gaan we ze even aanmoedigen. Gaat die wel waarderen hoor. You know Pascal van Kouwenbergen? Ja, ja. Good luck with the bottles. Ciao. Nou, daar komt het peloton. Dankjewel voor het kijken. Vergeet vooral niet te abonneren. Wij gaan nu even de soigneurs aanmoedigen. Want de soigneurs die moeten pas echt hard werken. Voor soigneurs!